twee partijen maar in evenwicht blijven, hoef ik me niet ongerust te maken. Dat niet is, al te zeer. Nou, zover zou ik niet willen gaan. Ik zeg, dan hebben we gegronde hoop dat er geen wereldoorlog zal losbreken. Vergeet u niet dat jarenlang Amerika het monopolie heeft gehad van het kernwapen. En toen was de vrede helemaal verzekerd. Toen heeft Rusland het wapen ontwikkeld. En toen heeft jarenlang Amerika nog een grote voorsprong gehad. En toen, om een soort ontspanning te bereiken, heeft Amerika en Rusland de pariteit voorgesteld, die natuurlijk onmiddellijk werd aanvaard. En die pariteit, die dus op de strategische wapenen bestond, zoals ik heb uiteengezet, die is nu verbroken door de Russen, voor wat zij noemen een tactisch wapen. Maar u spreekt dus steeds over de dreiging die er van de Russen uitgaat, maar Amerika is toch eigenlijk het enige land dat ooit een atoombom heeft laten vallen. De Russen inderdaad hebben nog nooit ergens mee gegooid. Dat ben ik met u eens. Het is een feit waar nog steeds in Amerika over wordt gestreden of het verstandig is geweest om op Hiroshima en daarna op Nagasaki een atoombom te laten vallen. Hoewel ik erop moet wijzen dat de gewone oorlog ook langzamerhand was uitgegroeid tot iets vreselijks. In Dresden is in één nacht zo gebombardeerd dat er meer slachtoffers zijn gevallen in één nacht dan de bom op Hiroshima. En in Vietnam zijn er nog meer bommen gebruikt dan in de hele Tweede Wereldoorlog. Ja, de Vietnamoorlog heeft aan slachtoffers natuurlijk maar betrekkelijk weinig gedaan. Er zijn ongeveer 60.000 Amerikanen gesneuveld in 6 jaar. Maar hebben we zoveel kernwapens nodig? Want ik heb in de krant gelezen dat er nou al genoeg is om de aarde 4 keer te vernietigen. Is 1 keer niet afdoende? Laat ik u dit zeggen, die nucleaire vernietiging en dat 2 of 3 of 4 maal de aarde te kunnen vernietigen, dat slaat op de strategische wapens. Dus op die intercontinentale raketten, die zijn inderdaad vreselijk. Kunnen dat steden? Met de tactische wapens niet. Die worden gericht op de plaatsen waar die batterijen staan. Trouwens, Amerika heeft al sinds enige jaren niet meer hun grote raketten op de bevolkingscentra gericht, maar op dat strategische doelen. Nou, dat is tenminste wat, bijvoorbeeld op Moermansk. Maar Moermansk is ook een vrij grote stad. Dus er vallen heel veel slachtoffers. Altijd onder de civiele bevolking dus. Niet altijd, gedeeltelijk onder de civiele bevolking. Maar we hebben het nu over het strategische wapen. Dat zijn dus raketten. U heeft de hoogste functie bij de NAVO. Beslist u nou wanneer er op die knop wordt gedrukt? Nee, dat beslis ik niet. Daar beslist de alliantie over. Een alliantie die heeft daar een procedure voor uitgewerkt, die tenslotte terechtkomt bij de Amerikaanse president. Maar laat ik nog eens onderstrepen dat als er een oorlog zou komen die zou uitlopen of degenereren in een nucleaire oorlog, dan heeft de nucleaire bewapening gefaald. Want die nucleaire bewapening onzerzijds is er om de vrede te bewaren.